Beste aanwezigen, u bent hier met zoveel. En dat geeft aan hoe diep het ons allemaal raakt. De aanslag van gisteren in Parijs. Gisterenmorgen zijn 12 mensen, waaronder 2 politieagenten. De hoofdredacteur, redacteuren, cartoonisten van het satirisch blad Charlie Hebdo in koele bloeden vermoord door terroristen. En waarom? Omdat zij hun mening verkondigden door middel van tekeningen, door middel van cartoons. Zij zijn dood. Zij kunnen zich niet meer van zich laten horen. Wij kunnen dat wel. Wij laten ons niet monddood maken door zo'n laffe, verschrikkelijke daad. Wij zijn hier nu samengekomen. Op ditzelfde moment komen mensen samen in andere gemeenten, in andere landen. Wij staan samen stil over alle grenzen heen bij de slachtoffers, bij de nabestaanden. Wij zijn samen stil uit solidariteit met hen, uit solidariteit met Frankrijk. Wij laten weten dat onze grenzen bereikt zijn en dat we geweld niet tolereren. Wij laten in saamhorigheid weten wat onze democratie, wat onze vrijheid ons waard is. Wij staan hier voor een samenleving met vrijheid van meningsuiting. De norm, mond dicht of ik schiet, kennen wij hier niet. De norm, mond dicht of ik schiet, willen wij hier niet. Wij staan hier voor een samenleving waarin we conflicten te lijf gaan met dialoog, niet met geweld. President Hollande van Frankrijk riep gisteren op tot eenheid. Laten we ons daarbij aansluiten. Want eenheid is het grootste wapen dat wij samen kunnen inzetten tegen geweld. Eenheid, respect, solidariteit en liefde. Als we dat vasthouden, dan houden we elkaar vast. En alleen zo houden wij onze vrijheid vast. Houden wij onze vrijheid omhoog. Ik vraag u 1 minuut stilte. Dank u wel.